even je handen wassen. Wat ja, waar ben je? Kijk er waarschijnlijk ook voor. Wow. Ja, dit zijn wel een beetje veel foto's. Wat ik heel belangrijk vind is dat cultuur echt een plek gaat nemen binnen het programma van de school. Ik vind het hoort bij het onderwijs. Hoort zonder meer bij het onderwijs. Ieder kind in Den Haag moet in zijn schooltijd kennis maken met cultuur. Om dat te realiseren heeft de gemeente Den Haag cultuurcoaches in het leven geroepen. Marge van Ravels is zo'n cultuurcoach. Zij helpt de Willemsparkschool bij het ontwikkelen van hun cultuurplan. Ik ben hier begonnen met het afnemen van een scan om te kijken wat doet de school nu aan cultuuronderwijs. En toen werd vrij snel duidelijk dat ze echt wel een vernieuwing wilden van het cultuuronderwijs. En wat ik als coach doe is dat ik de ICC'er, de intern cultuurcoördinator, probeer te ondersteunen bij het maken van bijvoorbeeld een beleidsplan. En de leerkrachten, zijn ze allemaal positief? Of... Ja, de leerlijnen die nu door de cultuurschakel gemaakt zijn voor dans en beeldende vorming. En die passen ook binnen deze school. Want wij hebben ook thema's over identiteit en over verhalen. En zo willen wij dat dan in gaan passen om te zorgen dat het iets meer cultuur wordt dan alleen maar de zaakvakken, zeg maar. We hebben al verschillende bewegingen besproken met elkaar, laten zien aan elkaar. En vandaag gaan we dus verder, ga je iets bedenken voor je eigen sportclub of je dansschool. Wat zijn mooie bewegingen om te laten zien, om ons duidelijk te maken wat er zo leuk of zo leerzaam is aan die sportclub of die dansschool? Stop! Dit lijkt nergens op. Alles door! Oefening! De kinderen zijn dol enthousiast, die vinden alles wat met cultuur en kunst te maken heeft, gewoon geweldig. En wat ze daarin leren is dat je ook op een andere manier kan leren. Met je creativiteit en je eigen kunnen gebruiken, ga je ook de wereld anders bekijken. En dat kun je ook weer op allerlei andere vlakken inzetten. Bijvoorbeeld ook bij het rekenen of taal. En natuurlijk het sociale aspect is ook gewoon heel belangrijk. Met elkaar samen iets maken zonder dat je er als het ware op afgerekend wordt. Dat het gewoon wat jij doet, dat het goed is. Binnen het project Cultuuronderwijs op Z'n Haags worden 8 verschillende leerlijnen aangeboden, zodat scholen zelf kunnen kiezen wat het beste bij hun leerlingen past. Daarnaast is er een nieuwe subsidieregeling waar scholen de komende 4 jaar gebruik van kunnen maken. De scholen krijgen van het Rijk €11,50 wat ze daaraan kunnen besteden. Maar dit jaar is er speciaal iets nieuws, een extra subsidie van €11,50 door de gemeente eigenlijk beschikbaar gesteld. Waarbij ze dus ook dat geld kunnen besteden aan 1 of meerdere voorstellingen die uit de brochure komen. Dus dat is een hele mooie regeling. Ik geef op scholenles, maar ik ben ook kunstenaar. Ze leren kijken, ze leren hoe diepte werkt. Dat hebben we ook geoefend in de klas. Ja, hier kan je ook heel goed ruimtelijk inzicht leren. Want we gaan heel 3D en heel landschap tekenen. Dus. Nou, je wordt wel creatief. Je gaat ook zelf meer fantasie verzinnen. Mag lekker schilderen. Veel leuker dan werken. Veel lekker. En als je heel veel plezier hebt tijdens dat je dingen doet, leer je ook meer dingen. Wat ik ideaal zou vinden als kinderen cultuuronderwijs hebben genoten, dat ze creatief bewustzijn hebben, dat ze oplossingen kunnen bedenken en aandragen. En dat ze ja, toch een bepaalde liefde voor kunst en cultuur hebben en zich daar rijker door voelen eigenlijk. En dan moet je zorgen dat...